En heb je goede ideeën? Laat ze weten. Hou ze niet voor jezelf, maar ja, spreek het uit. Hey, hallo. Weet jij wat er gebeurt met het geld dat eerst een basisbeurs was en nu een lening is? Die gift wordt nu gestoken in het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs op de HVA. Hiervoor vraagt de HVA aan jou, aan de studenten en de medewerkers en de docenten om mee te denken voor ideeën om dit geld zo goed mogelijk te besteden. Ik ga een paar interessante vragen stellen aan studenten en een medewerker van de HVA over wat zij doen om te zorgen dat de kwaliteit wordt verbeterd bij de HVA en hoe jij als student kan meedenken en ook je ideeën kan delen. Kan je het geld eigenlijk in alles stoppen? Kunnen we van alles een kwaliteitsafspraak maken of zijn er beperkingen? Nee, er zijn wel beperkingen. Er is eigenlijk een checklistje met 7 punten waar je aan moet voldoen. En bijvoorbeeld één daarvan is flexibilisering van het onderwijs. En zijn er nog meer beperkingen waar we ons aan moeten houden? We moeten ons natuurlijk wel een beetje opletten dat we het niet zomaar aan alles uit kunnen geven. Een voetbalveld achter, dus is nog maar de vraag van studeren we daar beter door? Ja. Maar ja, misschien als je een heel goed argument hebt. Ja, wie weet. Ja. Voor een sportopleiding, wie weet. En wat nou als een student een goed idee heeft en dat graag kwijt wil, maar niet bij een raad of bij een commissie zit? Hoe kan een student dan toch zijn of haar idee kwijt? Nou, een student hoeft niet bij een raad of commissie te zitten, want je hebt natuurlijk altijd een stem als student. Dus als je op het moment dat je een idee hebt of je wilt eigenlijk het balletje zien rollen, kan je heel makkelijk naar de opleidingsmanager, kort lijntje, daar naartoe gaan, naar de opleidingscommissie of ook gewoon naar je studievereniging die bij jouw opleiding hoort. Oké, dus het is best wel laagdrempelig. Ja, eigenlijk wel. Ja. Nou, Dominique, wat voor afspraken spelen er nu een beetje bij jullie, of gaan er nu een beetje door jullie hoofd wat jullie in de toekomst graag willen werkelijkheid maken? Dat we echte studenten erbij willen betrekken. Dat gebeurt wel met de deelraad en opleidingscommissies. Mm-hmm. Maar het blijft er wel een beetje en soms zijn het ook wel eens ideeën van de opleidingen zelf in plaats van de studenten. Ja, maar wat voor afspraken kunnen we nu al terugzien die jullie in het verleden hebben besproken en nu daadwerkelijk werkelijkheid zijn geworden? Het zijn bijvoorbeeld digitalisering in de vorm van Brightspace. Dat wordt geïmplementeerd in het eerste jaar. Het is een nieuwe online werkomgeving waar alles makkelijker en sneller zou moeten werken. Mm-hmm. En een andere afspraak die we hebben gemaakt is een bedrag openhouden voor nieuwe ideeën van studenten. Yep. Kleine projecten die meteen directe impact kunnen hebben op studenten. Wat is het verschil tussen de kwaliteitsafspraken en de studievoorschotmiddelen? Eigenlijk de kwaliteitsafspraken zijn de afspraken en de studievoorschotmiddelen zijn de middelen, het geld, wat we gebruiken om aan de afspraak te voldoen. Ja. Wat ook nog interessant is, dat studenten en medewerkers die zitten met elkaar in de opleidingscommissie. En het is natuurlijk aan een student kun je natuurlijk best vragen hoe kan het onderwijs beter. Maar je kunt dat vaak ook wel als medewerker of als docent zien. Omdat je zelf wel tegen een aantal hobbels aan kan lopen. Mm-hmm. Als je dat even doorvertaalt, dat je zou kunnen bedenken. Maar als we dat oplossen, dan lossen we het op voor studenten en voor docenten. Ja. Heb jij nou een goed idee over hoe jouw onderwijs of jouw opleiding of de HVA breed verbeterd kan worden? Hou je idee dan niet voor jezelf en laat het weten. Zo wordt er een beter onderwijs voor jou gemaakt, voor je medestudenten en voor de docenten en is eigenlijk voor iedereen. Wil je liever ook in een medezeggenschappersraad of in een commissie en meedenken over ideeën voor jouw faculteit of jouw opleiding? Kijk dan voor meer informatie op de website van de medezeggenschapsraad. Wil je nou een hilarische video zien van Julian die vertelt hoe de mensen bij een medezeggenschapsraad ook gewoon maar mensen zijn? Klik dan hier. En wil je een video zien van Sofian die een interview doet met mensen van de medezeggenschapsraad? Klik dan hier. En wil je geen video meer van HVA missen? Dan kun je uiteraard abonneren. En zeg ik voor nu, zoals altijd, ciao!